Jurgen, Eva. Aha, Sophie. Hey, Gloria. Inge had al gestuurd dat jullie onderweg waren. Ja, Inge heeft ons inderdaad naar hier gestuurd, want we hebben daar warmte zien vertrekken. En die zou helemaal via buizen doorgestuurd zijn naar hier. Dat klopt. Achter deze deur ga je zien hoe wij die warmte gebruiken in ons proces om mout te produceren. Dus, okay. Let's go. Yes. Yay. Kaboutermus. Mm. Kom door. Zo. Oh, wat een ruimte. Oh my god, dat is zo. Amai. Ik kan dit niet zo ademen. Oh my god, ik kreeg een beetje aan. Oh my god. Dit is niet normaal. Is het gevaarlijk als je daarin valt? Oh. Amai. Oh my god, dit is bloedheet. Het is hier warm. Wacht. Oh, het is zo warm. Ja. Hoe kan je hier met een jas lopen? Ja. Amai, Sophie. En nu is het hier ongeveer 70 graden. 70? Amai. Wat hebben we hier gewoon kunnen staan? Ja, dat is een gratis sauna. Ja, super. Ja, zeker. Net zoals ik dacht. Dan wil ik liever niet met zoveel kleren. Nee. Dat is dus de warmte die jullie gevoeld hebben bij Indaver. In die grote oven, dat komt hier binnen. Die buis wordt eigenlijk gevuld bij Indaver met warm water. En die, met dat warm water die komt helemaal tot hier, 10 kilometer verder. En daarmee warmen wij de lucht op om deze te drogen. Dat is eigenlijk een gigantisch grote oven. Je moet dat zien als je oven thuis, maar dan in het reusachtig grot. Maar wat is dit nu eigenlijk precies? Hier ligt nu mout. Dus het is een soort graan, net zoals tarwe, dat we onder water zetten. En dat absorbeert heel veel vocht en water. En dan ondergaat dat bepaalde processen. En die processen hebben we nodig voor bepaalde toepassingen die we maken met mout. En daarna, nadat dat al dat water heeft opgenomen en verwerkt heeft, dan gaan we dat drogen. En is dat lekker? Als je wilt, kunnen we eens op het moutbed gaan en dan kunnen we proeven. Ja. Ja, mogen we dat doen? Ja, ja, zeker, zeker. We moeten nog schoentjes aandoen. Ah ja, dat heb ik bij. Boven onze vuile schoenen. Oké, Axel, Nina, ga maar mee. Ja. En? Dat is zo raar. Ze zakt daarin. Woe. Dat is echt eng. Ah. Dit is echt eng. Woe. 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 Ja. Loop. Oh my god. Dat lijkt op tarwe. Oh my god. Nee, hier is niet normaal warm. Oh my god. Oh my god. Eng. En spelen jullie hier dan soms ook met alle collega's? Ja, super tof. Ja? Hoe leuk is dat? Nee. Maar ik vind dat zot dat je daar zo diep alle in zakt. Alle collega's zullen hier zo veel mogelijk bij blijven. Ja, dat zal wel. Dan gaan we zandkasteel bouwen? Ja. Yep. Een moutkasteel. Ja. Oh, Nina! Dat is in mijn t-shirt, hè? Nu zit ik vol mout. Nina! Dat is ik. Oh my god. Shit, dat moet ik dan doen. Ja, Sophie. Ik ben nog geen target. Nee, je bent nog geen target. Je kunt het al eten, dank je. Ja, is het lekker? Heb je het... Nee, dat is er wel vallen. Ah, oh, jammer. Maar mogen we het eens proeven? Ja, zeker. Hier. Oh. Ja, proeven dat heel zoet is. Maar, dat in koekjes perfect smaakt eigenlijk. Mmm. Het is heel krokant. Dat is lekker. Ja. Zoet. Oh, dat wel. Maar Sophie, wat maken jullie nu juist allemaal met deze mout? We maken vooral bier, maar de nieuwste dingen zijn eigenlijk ook koekjes, chips, milkshakes bijvoorbeeld. Oh, echt waar? Ja. Zeg, misschien zijn we daar nu toch wel echt aan toe, hè? Aan een milkshake? Ik toch? Ook. Ja, jij ook? Ja. Ik zweet mij even te pletten. Ik ook. Ik ook. Milkshakes! Lekker, toch? Mm-hmm. Mm-hmm. Wat is eigenlijk de rest? Wat we eigenlijk nog maken van mout, is moutextract. En al deze producten die je ziet, ook onze milkshakes, ook deze chocoladeshake, en deze chocoladesnacks en deze chips, worden gemaakt met dat moutextract. Je kunt dat ook eens proeven als jullie willen. Nu ben ik wel heel benieuwd. Ja. Ik heb een beetje honingachtig smaak. Ja, heel stroperig, zoet vooral. En dat is puur gemaakt van de mout die we daarnet hebben gezien. Lekker. Wat is jullie favoriet? Die twee. Een classic. Die twee. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus eigenlijk
zijn wij nu een milkshake aan het drinken waar de mout in zit die gedroogd is door de warmte die geproduceerd is van mijn kistje. Mm-hmm. Toch? Want dat is in de oven gegaan. We hebben dat daarnet in een lipje in de oven zien gaan. Dan is die warmte door die buis gekomen. Dan is dat nu die malt aan het drogen. Klopt. Hoe cool is dat? Ongelooflijk.